Oké, okay, um, kort filmpje om te tonen hoe ik eigenlijk wiskunde kan typen uh, in Google Documents en misschien dat je het interessant vindt. Dus sowieso bij invoegen uh, vergelijking krijg je hier een extra balk erbij waar je al sowieso knopjes hebt waar je je plan mee kunt trekken, geen enkel probleem. Uh, maar um, om snel te werken probeer ik in ieder geval zo weinig mogelijk mijn toetsenbord los te laten, omdat ik merk dat dat dan een stuk sneller gaat. En dus hier zijn een aantal uh, sneltoetsen uh, die je daarvoor kunt gebruiken. Dus een beetje Engels. Uh, frac is fractal, uh, dus een breuk. Uh, square root, vierkantswortel. En dan hoedje en underscore, dat ken je meestal wel. Dus hoedje is uh, de macht en underscore is iets uh, in subscript schrijven. En dan root of is de zoveelste machtswortel maken. Dus voorbeelden. Uh, uh, frac typen in de vergelijking spatie. En dan kun je x min uh, 3 gedeeld door uh, ja, 7, whatever. Hè, typen. Uh, square root, altijd hier een nieuwe vergelijking typen. En dan gewoon beginnen. SQRT van 121 bijvoorbeeld. Um, een, deze ga je zeker interessant vinden, het hoedje. Hè, dus x tot de derde, pijltje naar rechts. Min 2x tot de tweede, pijltje naar rechts, plus 3x min 4 is gelijk aan 5. En dan um, underscore, die denk ik is interessant voor de mensen van chemie. Uh, dus CO underscore 2, pijltje naar rechts, en die zit weer erlangs. Dus je kunt je reactievergelijking verder typen. Uh, een ander eentje... Uh Um, ja, is dat h 2 zo 4 Ik weet het niet meer. Verbeter mij maar. Uh, underscore 4. Ik hoop dat het juist is. Uh, het is veel te lang geleden voor mij. Uh, en dan een uh, laatste is de root of. Uh, die is wel wat langer, maar goed. Je laat je toetsenbord niet los. Uh, de derde machtswortel van min 27 bijvoorbeeld. En daar zijn we. Dus... Um, ik vind dit een stuk eenvoudiger, je hoeft er geen uh, LaTeX generator van te, uh, voor te installeren, maar de, uh, ze zijn ook niet helemaal zoals LaTeX, maar ze, la ze zijn erop geïnspireerd uh, deze. En um, er is ook een link die ik onderaan het filmpje ga plaatsen, dat is de onofficiële uh, shortcut list um, cheat sheet. Uh, voor als je hoesting hebt, hier alle letters, Griekse letters bijvoorbeeld, kunt je ook op die manier creëren. Um, allerlei speciale tekens enzovoort enzovoort. Uh, dus deze link ga ik ook nog delen met jullie. Um, voilà, hopelijk vonden jullie er iets aan. Heffen.